Welkom allemaal bij deze video, mijn naam is Ari. Blij weer terug te zijn. De maand juli is aangebroken. Wat kunnen wij verwachten? Bitcoin. Nou, dit is wat wij in de voorgaande video hadden getekend. De periode tussen maart en eind oktober 2023 is gewoon een saaie markt. De zomer in Bitcoin maanden zeggen we een saaie markt. Pas vanaf oktober gaan we knallen. Zullen we ons prijsstructuur weer vervolgen. Maar tot die tijd, beste dames en heren, zullen we ook een mooie prijsstijging vervolgen tussentijds. Maar laat je niet gek maken. De echte maniafase komt eind oktober. Maand juli is gewoon 7%, 8% rendement. Als je naar boven afrondt, is ook niet al te bijzonder. Ik heb ook een andere mooie chart voor jullie even voor jullie gemaakt. Dat is namelijk de volgende theorie, de parabolic trend. Nou, die zie je dus in elke cycle terugkomen, beste dames en heren. Dit is de theorie en dit is wat je ziet in de prijsstructuur. Laten we deze theorie dan even toepassen ook in de cycle van de voorgaande jaren. Als we kijken naar de cycle van 2012, beste dames en heren, de swing high naar de swing low. We hebben gezien dat Bitcoin dan zelfs de Fibonacci toe overschoot met 700%. En de volgende cycle zie je dan dat Bitcoin precies dezelfde prijsstructuur vormt, de parabolic curve. Maar de parabolic curve ging zelfs hoger dan de Fibonacci toe, met maar liefst 335%. Het werd dus minder, de stijging werd minder hard. En dan in de cycle van 2020, toen kwam ik in de markt. Toen zag ik dat de Fibonacci toe niet meer werd overschreden. De top was toen precies echt binnen de Fibonacci toe. En uiteindelijk is de bear market gekomen. Nou, wat is mijn verwachting? We zullen niet eens de top meer bereiken. We zullen ongeveer richting 2.618 level gaan. Dat is 150.000. En als ik ook de parabolic trend erbij pak, lijkt het ook wel heel mooi dat zo uit te spelen. Zoals ik dat zie. Dat is mijn verwachting. Dus de cycle top zo ongeveer maximum 150.000 per bitcoin. Niet hoger. Dat is hoe ik het ga spelen. I play it safe. Nou, ik heb ook een ander chart voor jullie voorbereid. Dat is de Bitcoin Dominance. Nou, de Bitcoin Dominance, beste dames en heren. Hier zie je dan. Ik heb het voor jullie zo uitgetekend. De chart ziet er ook anders uit. Dat betekent dus, waarom heb ik dat gedaan? Dat de charts de kleur blauw, de kleur rood en groen, die spelen in met je emoties. Als je de kleuren uitzet en andere twee kleuren geeft, dan ga je meer kritischer kijken naar de chart zonder emoties. Dat is heel belangrijk. Nou, de Bitcoin Dominance, beste dames en heren, telkens wanneer Bitcoin Dominance deze resistance line aanraakt, wordt het gevolgd door een mooie alt season. Laten we die theorie toepassen. Checken. Laten we bijvoorbeeld de prijs van Chainlink erbij pakken. Hier zie je dus mijn muis. Telkens wanneer wij de hoogtepunt bereiken en dan deze daling komt met de Bitcoin Dominance, zie je dus een hele mooie, kijk maar, je ziet hier de muis, die een hele mooie alt season komen in Chainlink. Dus de alt season zal niet meer zijn zoals daarvoor. Het lang zal duren. Want je ziet, hier was het maar 5 maanden. En hier was het, even kijken, vanaf maart met januari. Dus ongeveer 8 maanden, zo uit mijn hoofd. Hier zie je dan van januari tot en met mei, 5 maanden. Dus ik schat hier dat de alt season maar ongeveer 3 maanden zal duren. En want de markt wordt steeds volwassener. Dat betekent dus dat de cycle dus ook inkrimpt, net als een mens. Als je jong bent, groei je enorm. Hoe ouder je wordt, hoe minder je groeit. Zo simpel is het eigenlijk. Dat is eigenlijk in principe wat ik met jullie wil delen. Alt season die komt eraan. Laat je niet gek maken met wat de prijsstructuur nu doet, beste dames en heren. Het is gewoon saai, ik begrijp het. Maar, onthoud goed, time in the market is better than timing the market. DCA, spot, huddle and chill. Rendementen komen er. Time is on our side. Ik wil het hierbij laten. Ik hoop dat je ervan hebt geleerd. And as always, happy learning.